Ik zit dus nu onder de paraplu, terwijl het hartstikke mooi weer is. Maar het is zo eerlijk voor de paarden dat ze of allemaal een paraplu tegenkomen of niet. Want sommige paarden schrikken ervan, het kan tijd kosten. Dus of bij allemaal wel of bij allemaal niet. Maar hoe weten jullie dat dan? Of weet ik het ook? Ja, maar je hebt twee bladen, T2 en T1. Ben jij al rond geweest? Thank you.
eens eentje op zijn bakken zien. Ja, dat is wel grappig, hè? Is die pony niet gewoon een beetje klein? Super, dankjewel hoor. Niks meer? Nee, helemaal niks. Geef onze verslaggever ook maar even een bakje. Oh, dan komt ook ja, goed in het nieuws te staan. Ja, oh, dat is goed. Maar dan... okay. Doen vandaag? Ja, we zijn gisteren ook geweest. Oké. Okay. Ja. Is dat zo? Op het eind. Hoppa. Kan je niks te doen dat je wat groter is? Hier heeft de partner.
kijk. Oh nee. Ging dat wel goed? Hij wil echt heel graag. Ik moet je wel. Hoppé. Weg in. Kijken hoe dat allemaal gaat. Toch een bepaalde vorm van controle, hè? Tussen mens en dier, hè? Dat is nummer 17. Gaat een beetje dwars door het labyrinth. Een foutje. Springt aan de verkeerde kant het labyrinth uit. Dat is voor de fun, hè? Nou, de volgende. Goeie stap. Heel rustig, ja. Super. Goed. Ja, dat had een hand vast gezet. Ben je ook een badlut? Ja. Allebei bijvoorbeeld komt, dus dan is het gewoon super goed. En hier zijn twee verschillende dingen. Wat?
Nou, we staan hier op het terrein in Vinkega en ik zal wat uitleggen over de treksport. Trek met een C op het eind. Ik weet zo niet uit mijn hoofd wat de letters allemaal voor staan. Maar het begint in ieder geval op zaterdag met een oriëntatierit, de POM. En de bedoeling is dat de ruiter een kaart intekent in 20 minuten. En dat ze aan de hand van die kaart de weg gaan zoeken, gaan vervolgen. Elk traject heeft een bepaalde snelheid en daar moet je zien te maken. En op een gegeven moment krijg je een post en dan wijzigt die snelheid ook weer. Nou, in totaal is dat zo'n 25 kilometer bij een tweedaagse. En uiteindelijk is de bedoeling dat je zoveel mogelijk punten behoudt. Het begint met 240 punten. En je kunt punten verliezen doordat je de snelheid niet goed hebt, te snel of te langzaam. Een baken hebt gemist, dat zijn knippers die onbemand of bemand in de route zijn. Of een post verkeerd hebt aangereden. Dan dag 2 beginnen we altijd met MA, dat is een gangenproef van 100 of 150 meter. De bedoeling is dat je 150 meter zo langzaam mogelijk naar de andere kant galoppeert, ook tussen de lijnen blijft. En niet uit de gang valt, dus als het paard terugvalt in de draf, dan heb je normaal geen punten. En dan terug zo snel mogelijk stappen, ook weer in diezelfde gang. En zonder dat het paard is gaat draven of stil gaat staan. Vervolgens de 16 hindernissen. Er zijn in totaal 36 hindernissen, daar worden de 16 uitgekozen door de organisatie. En die hindernissen, dat is een bepaald traject van zoveel kilometer en de organisatie bepaalt of de jury bepaalt hoeveel tijd je daarvoor hebt. En de bedoeling is dus dat je al die hindernissen overwint. En in de trek gaat het dan voornamelijk om veiligheid, om vertrouwen in elkaar. Dus op een goede manier, een veilige manier, je paard door de hindernissen te loodsen. Zodat je alles wat je in de natuur tegenkomt ook op een veilige manier kunt doen. Dus het paard niet in je nek springt, dat je niet in zijn mond drukt. Dat je er rekening mee houdt dat je afstapt, dat je de beugels over het zadel doet. Ja, en zo op deze manier zijn we eigenlijk met een ontzettend leuke manier bezig met paardensport.